De afsluiter van dit toernooi, de vrouwen 1000 meter. Met een paar mooie ritten. We zien Olympisch kampioen Schulting van de shorttrack op de lange baan een poging doen naar een moment van succes. Femke Kok zien we in actie in rit 4. En in het tweede deel een hele mooie race. Rit 7, Jutta Leerdam tegen Jorien ter Mors. Go to the start. Twee grootheden. Dan nog De Jong tegen de Nederling en Wüst tegen Dul als afsluiter. Maar als eerste, Esmee Stollinga tegen Lotte van Berg. Twee ploeggenoten. Beide veel blessureleed gekend in hun carrière. Stollinga liet zien dat ze daar wel weer goed van terug is gekomen. Van Beek was van de luchtwegen vorig seizoen. Moet dat nog even bewijzen. Kan dan zoiets bewijzen op deze 1000 meter. Maar verschil, de eerste meters is meteen al Riyad. Van Beek stond op het podium op deze afstand, op nationale kampioenschap. Een keer tweede, een keer derde. Het was in haar glorietijd. Maar sinds haar comeback na een vervelende knieblessure is het veel en veel beter gegaan. Kijken of ze die swing weer te pakken kan krijgen in het seizoen voor de spelen. Stonden gaan er naartoe. Beide vrouwen nog niet bijzonder snel in het voorseizoen. 1.16 van Van Beek. De trainingswedstrijd in Insel. 1.18 van Stollinga. En je moet wel richting de 1.15. Wil je hier mee gaan doen om de prijzen. Dat lukt niet. 1.18.0 van Stollinga. Die wint van Van Beek. En dan zit je in het tweede deel. Dan zit je niet bij de top. Nee, dan sta je in het rechte rijtje. Rechte rijtje, ja. Ja, Van Beek heeft er niet een goede bericht uit Insel toen ze die 1.16 noteren. Dat was heel vroeg. Maar wat ze een aantal jaar geleden kon, is echt uit het lijf. Rit 2. Smit het Friesland, maar interessant wat Robin Groot gaat doen. Dit is Janine Smit. 29 jaar jong. 29 jaar. Tegen Robin Groot, 19. Nationaal juniorenkampioen op de 1000 meter vorig seizoen. Ik ben twee keer junior. De strijd aan met Femke Kok. Daar was hij de tweede van de wereld. Smit, voormalig nationaal kampioen op de 500 meter. Maar dit seizoen buiten de topplekken. En Groot gaf voor dit toernooi aan dat het wel even wennen was. Top in de junioren en nu als reserve op de lijst staan. Ze heeft moeten wachten, wachten, wachten. En op de laatste afstand mag ze los tegen Smit, die natuurlijk sneller is op de eerste meters. 18-2 opening voor Janine Smit. Ja, Groot moet echt wennen aan de openstap naar de Jumbo-Visma-formatie. Dit is de eerste kilometer van Smit dit seizoen. Groot heeft er al wel in gereden in oktober. 1.19, dat moet sneller. Maar in die opleidingsploeg een overbruggingsjaar, dat hebben we bijna nergens meer. Voorsprong ruim voor Smit. Groot is een groot talent. Dat zie je al op het ijs. Nu jagen naar Smit, die wat stil gaat vallen op die laatste meters. 1.18.09 van Stollinga staat al snelste tijd. Smit houdt Groot achter zich. De onzekerheid van Groot is groot natuurlijk op zo'n weekend. Het is 1.18.21 voor Smit. En in de 1.19 voor Groot. Die dit echt sneller kan, dat liet ze in haar juniorentijd al zien. Persoonlijk record van 1.17. Dus die moet daar nog wel wat werk verzetten. En voorlopig rijden alle vier de vrouwen wat langzamer dan we hadden verwacht. 9 ritten. En eigenlijk een kopie van vorig jaar. Dezelfde tijd van het jaar straks met Leerdam tegen ter Mors. Vlederus tegen Suzanne Schulting. Vlederus, de verrassing op de 500 meter met een medaille. En dit is de Olympisch kampioen van Pyeongchang op de kilometer.
in shorttrack pak, kan ze dus toch nog op het ijs? Ja, ze heeft ook gezegd, omdat er geen shorttrack wedstrijden zijn, WK ging vorig jaar niet door, wereldbekers niet, dan moet ik mijn competitie gaan verleggen naar de lange baan. Hier ter Mors. Die kent die route. Ready. Dat is het persoonlijke record van Schulting, 1.15.70. Vaker meegedaan. En van een shorttracker is het gunstig om buiten te starten, want dan ben je in die bocht. Dan kan ze haar kracht en haar energie kwijt. Fladiers uit Sint-Niklas. Keurig opening trouwens bij de vrouwen. Zeker voor Schulting. 18-2 goed hoor. 18-2. Fladiers is natuurlijk een medaille op de 500 meter. Verrassend. Nou, Schulting was helemaal klaar voor het toernooi dat hier georganiseerd zou worden in de week voor de nationale kampioenschappen. Maar dat kon net niet doorgaan, veel gevallen van corona ook om haar heen. En nu moet ze in achtervolging op Marit Fladiers met 27-7 in de ronde. 27-5 voor Fladiers, die dit knap doet. Schulting heeft mooi en die wordt gecoacht door Kip Carpenter. Maandag medaillewinnaar te spelen. Laatste binnen voor Fladiers. Schulting. Houdt ze dit? Jawel, blijf voor. 1.18.09 is de snelheid tot nu toe. Daar komt een veel snellere tijd aan. Dat is 1.15.76 voor Schulting. En dat is niet slecht. Nee, dat is, dat is zelfs goed. Dit is de tweede tijd die ze ooit gereden heeft. Nou, goed, ze rijdt niet zo heel vaak. Maar dit is wel een tijd waarmee je mee kan. En voor Marit Fladiers is die 1.15.99 een dik persoonlijk record. 1,6 seconden van haar PR af. Nou, dat is de vestiging van de vorm op de 500 meter. Medaille. Een geslaagd nationaal kampioenschap voor Fladiers. Schulting kan met deze tijd misschien wel meedoen. Ja, maar dat hangt ook af van wat we nu gaan zien. Gaat Kok zichzelf verbeteren? Sterk en stabiel op die 500 meter. Deed vanmorgen de warming-up samen met Kjeld Nuis. Dat is natuurlijk een beter voorbeeld kun je hebben. Start binnen. Femke Beuling. 20 van de ICO-formatie tegen Femke Kok. Ready. Nationaal kampioen op de 500 meter. In twee omlopen gaat bijna over de punt. Een valse start voor Femke Kok op deze 1000 meter. Maar die kan zich corrigeren. Die kan zich nu wel corrigeren. De 500 meter had ze al een zenuwachtige pas. En nu ligt de druk er goed op natuurlijk. Ze moet snel, snel, snel. En nog steeds 18-0. Nog steeds de snelste opening van het veld. Met forse misslag herpakt ze zich. Hoeveel last krijgt ze daarvan in het tweede deel van deze race? Persoonlijk record van Femke Kok is 1.15.64. Gereden op de nationale sprintkampioenschap. Kijk eens hoe laag ze zit met het bovenlichaam. Maar heeft ze dan een volle ronde in de 7-5 of sneller? Dat moet wel. Schulting. 27-1 ronde. Keurig. Zit hierachter. Kok doet dit uitstekend. Het is een groot talent. Maar niemand voor zich op de kruising, Erik. Moet het dus alleen afmaken. Geen gangmaker. Ze moet het zelf doen. Deze Femke Kok. Na die mispas op de eerste meters herpakt ze zich goed. En komt hier een hele mooie tijd uit. Ze blijft ver voor Suzanne Schulting. Houdt het ritme goed. En finisht in de 1.15. Dat wel, 1.15.17. Maar 15e sneller dan ze ooit heeft gereden. Tik persoonlijk record. En dat is wat ze nodig heeft. Dan kan je meedoen om de strijd om de medailles. Vorig seizoen Leerdam en Letitia de Jong, die hier overigens afwezig is wegens een blessure, beide in de 1.14. De nummer 3 was toen Irene Wüst met 1.15.4. Punten. En gelijk weer in de houding. Blijft sprongen maken, Femke Kok. Het gaat met tienden per keer. Deze pupil van Gerard van Veld. Een duimpje. Ik vond het nogal zuinig duimpje. Zat hem op de eerste pas. Ja, hij weet dat. Leerdam en Ter Mors er 14 in kunnen. Maar doe het maar eens. Nu. Isabelle van Elst. Tegen Marijke Groenewoud. Ready. Groenewoud heeft twee keer een PR gereden. Op de 500 en op de 500 meter. Kan ze die vorm dan ook
omzetten in een goede tijd op de kilometer. Van Elst heeft al eens in de 1.15 gereden, maar dat was in november 2019. Aftrap van vorig seizoen. Goede opening ook voor Van Elst. 18-2 ten opzichte van die 18-0 van Femke Kok. Onder de 18 zie je zelden in Nederland. Contract pas kort geleden gesloten met de ploeg van Leerdam en Verwij. Maar we begrepen hebben anderhalf jaar de kans om mee te doen, dus tot en met te spelen. Weer een grote investering in een nationale schaatsploeg. Een goede schaatsploeg. Kijk, zijn de rondjes 74. En helemaal af van Groenewoud. Met het marathonvermogen. Bijzonder hoor. Je moet dan iets over hebben op deze laatste meters. Femke Kok kwam over de finish in 1.15.16. Van Elst jaagt op Groenewoud die voorblijft. Groenewoud gaat een persoonlijk record rijden op deze afstand. En voor het eerst door de grens van de 1.16 heen. In 1.15.57 is een hele nette tijd voor Marijke Groenewoud. Maar het is niet genoeg om Kok van plaats 1 te staan. Ik vind die Groenewoud opvallen. Het is een marathonschaatster. Ook goed op de lange baan. En als ploeggenoot en gangmaker van coach Schouten, is dat echt wel een hele gevaarlijke. En iemand die je zou kunnen gebruiken, ook in die master later. Haar coach Adema zei, we zijn er nog niet helemaal uit of zij nu een sprinter wordt, of een middellange afstand schaatsen. Dus dat is wel grappig dat hij nog heel allround traint. Werkt dus. En daar zie je Kok, die blijft kijken. Gaat dit een medaille worden op de 1000 meter? De tijd is gecorrigeerd met een 100ste naar 1.15.16. Go to the start. Nou gaat Rost tegen Dione Voskamp, die onder de radar heel goed reed op de 500 meter. Ready. Maar vlak achter het podium is Voskamp viel tegen de 500 meter. Als je kijkt naar het voorseizoen, ze was niet helemaal tevreden als je daar naar kijkt. Ze reed natuurlijk wel heel 38 begin van het jaar. Vorig jaar was zij de enige hier onder de 17 of onder de 18 seconden in de 200 meter. Nu niet. 18-1 voor Voskamp, 18-0 voor Drost. Zelfde opening als Kok. Drost had ook lang dat predicaat van toptalent op zich. Dat gaf extra druk. En het is maar hoe je daarmee omgaat. Ze heeft het wat los proberen te laten en het komt haar schaatsen ten goede. Ja, mooie open interview erin, hoe ze daarmee omgaat. Kok rondje 27-1 na die 18-0 opening. 600 meter, Drost 28-1. Geeft dan een seconde toe na die razendsnelle opening. En dan zie je de tijd wegvliegen ten opzichte van Femke Kok. Maar er zit een 1.16 er wel in voor Drost. Maar dan is zo'n kilometer toch nog wel weer langer dan je dacht. Groenewoud was de nummer 2 met 1.15.57. Schulting op plaats 3 met 1.15.76. Jawel, een tijd in de 1.16. Het is de vierde tijd ooit gereden voor Helga Drost. Dus wat dat betreft oké, maar niet genoeg om haar te bedreigen. En nu, dit is toch wel nu niet de keer. Ja, de rit. Dit is de koninginrit. Nu gaat u ervoor zitten, want dit is de rit op de kilometer. Die tussen Jutta Leerdam en Jorien ter Mors. Ja, ze opende hard. Het ging bijna mis op die eerste meters. Maar deze vrouw domineerde de kilometer vorig jaar. Zij is de wereldkampioen, de nationaal kampioen. Europese kampioen. Het is ongekend. De nationaal recordhouder. En dan zie je de spanning bij Koen Verweij. Die loopt even weg. En ze rijdt tegen de Olympische kampioen. Prachtig affiche. Ready. Ter Mors. Niet te vergeten, voor Leerdam ook de drievoudig nationaal kampioen. En weer helemaal in goede doen. Leerdam miste nog wat scherp op de 500 meter. En opent voor Ter Mors. Zij kan dus in die 17 seconden open. En doet dat ook. 17-8. Uitstekend. Ter Mors valt tegen hoor, met 18-4. Dat is geen goede opening. Die moet veel terugpakken dan. Die raakt in één klap 16e kwijt. Geweldige bocht van Leerdam.
En veel meer snelheid ook dan Ter Mors trouwens. Gaat die grens van de 1.15 eraan. Ze reed al eens 1.13 op dit ijs. Maar dat was voor volle tribunes. Met een brok in de keel, want fantastische resultaten. 26.8. Kijk eens even zeg. Het viel wel tegen op de 500 meter. Daar werd ze toch nog tweede van Nederland. Maar dit is haar domein. 17e heeft ze ten opzichte van Femke Kok. Dik in de 1.14. Loopt zelfs uit. Ter Mors moet een te groot gat goedmaken. Het ging mis op de eerste meters. Die moet hopen op plaats 2, maar dat verschil is ook alweer groot. Leerdam met een finish van 1.13.86. IJzersterke rit van Jutta Leerdam. Dit is een tijd die telt, zeg. 2 seconden of 1,5 seconde sneller dan Femke Kok. Het is een tijd die de wereld over zal gaan, want dit is hier een van de snelste tijden ooit op die afijs. Als je naar die top 10 kijkt, komt ze gelijk met Irene Wüst als 4e schaatser ooit. Dat is bijzonder knap hoor. Ja, ze heeft nu de 2e, de 3e en de 4e tijd staan. En ze wijst op haar borst, want ze is nu de kopvrouw. En dan moet je het ook maar even doen. En met die druk omgaan is niet makkelijk. Maar ze toont wel aan dat ze dat gewoon ook kan. Het is zo met die jonge leeftijd. 1.13.6 reed ze op de EK. 1.13.6 reed ze op de wereldbeker in maart. Die won ze. En nu weer in de 1.13. Het niveau is ongekend hoog. 2 ritten nog. Kok op 2. Ter Mors, Olympisch kampioen op 3. Dan nu Antoinette de Jong tegen Sanneke de Nelly. De Jong heeft al een 5 kilometer in de benen. En de benen van de Neling zijn wat wankel na problemen met de knie. Ja, en Antoinette de Jong heeft natuurlijk een 5 kilometer in de been. Hoe kom je dan die 1000 meter door? Zo'n 7 minuten volle bak gereden. Dan nog even 2,5 ronden. Leerdam zegt 17-8 opening. Dan meteen een gapend gat van 18e. Het is een tijd die onbedreigbaar lijkt. En dus moet de Jong zich richten op misschien de 3e plek. Die van Ter Mors op dit moment. 1.15.44. En je weet nog dat Irene Wüst in de baan komt. Ja. De laatste rit. 28-0. 2 seconden het gat. Ze nog 17e ziet te winnen op die laatste ronde op Femke Kok. Ja, en een goede doel kan Antoinette de Jong een ronde rijden van een seconde verval. Maar ze heeft al zoveel kilometers in de benen dit weekend. 2 keer op het podium. Komt daar nog een 3e keer bij. Het is moeilijk. De benen lijken wat op. De finish is in zicht. 1.15.44 is de grens die geslecht moet worden. En dat lukt haar niet. 1.16.12 is de 8e tijd. Nee, dat is niet voldoende. De Neling met de 10e tijd, met nog 1 rit te gaan. De enige vrouw nog die Leerdam kan bedreigen in actie. Ja, zij is er wel zeker van. Podium, dat is duidelijk, maar het goud kan haar toch niet ontlopen. Wat een begin van haar carrière. Zo dominant. Zoals zij dat jaren was. Irene Wüst, schaatsgrootheid. De 1500 meter net naast het podium. 3 kilometer, geen richtpunt meer, maar ook niet in de top 3. Dit is de laatste kans op een medaille op dit nationaal afstandskampioenschappen voor Irene Wüst. Schaats tegen Elisa Dul. Zo staat er toch wel echt iets op het spel nog voor Wüst. Go to the star. De grens 1.15.44. Dat is de rand richting het podium. Ja, en de laatste is dat niet fijn. Er wordt niet meer gereden. De luchtcirculatie valt stil. Is Wüst koen. Wat een ervaring. Staat hier. Go to the start. 3 keer werd ze nationaal kampioen. 2 keer zilver, 6 keer brons. En zij kan 1.13 rijden. Maar over het algemeen, in het begin van het jaar, is ze niet zo heel snel. Ready. Heeft wedstrijden nodig. De concentratie. Elke klap moet raak zijn voor Irene Wüst. Als ze onder de 18-4 opent, kan ze meedoen richting de 1-14. Ja,
Huust op de eerste passen naar 18-3. Daar kan ze wel mee. Uitstekende start voor Huust. 15e achter op Leerdam. Oeps, geen lekker bochtje. Haar persoonlijk record in Tialf is 1:13:86. Exact de tijd die ze hier moet rijden. Dus een persoonlijk record rijden betekent winnen. Leerdam rondje 26-8. Dat zit bij Wüst hier met een lage 27. Zou moeten kunnen. 7. Geef het ze eventjes te veel toe. Dan moet er 1,4 seconden gewonnen worden op die laatste rond. Dul komt onderdoor. Hoeveel inhoud heeft Wüst nog? Kan hier mooi jagen richting Dul. 1 Leerdam. Die tijd ligt buiten bereik. Femke Kok 2. 1:15:16. Ter Mors. Die moet dan misschien nog te halen zijn. Maar dat zal moeilijk worden. 1:15:44. Lukt het Wüst om op het podium te komen? Ja, dat lukt haar. En dat is de vechtersbaas in Irene Wüst. Een goede race zeg voor Irene Wüst. Natuurlijk, de glimlach is het grootst op haar gezicht. Jutta Leerdam is de kampioen. Femke Kok uitstekend op de tweede plaats. Maar Irene Wüst, de grote kampioen, lukt het weer om op een nationaal kampioenschap op het podium te geraken. Het is een oneindige stroom aan medailles voor Irene Wüst. En op het nippertje plaatsen zichzelf achter deze jonge toppers. Want de volgende generatie dient zich met recht aan. Leerdam liet dat al zien. En Femke Kok heeft nu ook laten zien dat ze op die kilometer gaat meetellen. Een mooi podium als afsluiting van een nationaal kampioenschap onder gekke omstandigheden. Maar wel een nationaal kampioenschap. En dat is de luxe van deze topsport. De top van de wereld rijdt hier. Het niveau is hoog. En wat een niveau van Jutta Leerdam. Die 1:13:86. Ja, ik denk wel de beste tijd van het hele weekend. Als je naar alle afstanden kijkt. En een verschil van 1,3 seconden nummer 2. En dan is bijna niet geloven. Ja. Voor Irene Wüst. De grote Wüst op het podium. Kok kan het niet geloven, maar ze is nu al sneller. 18, 12 en 8. Een hele waslijst aan medailles op NK-afstanden voor Irene Wüst. Het NK-afstanden voor Irene Wüst. En daar komt zij nu op met haar tweede titel. Jutta Leerdam prolongeert haar titel op de 1000 meter. Heeft er nooit een geheim van gemaakt. Wil op deze afstand Olympisch kampioen worden. Kijk eens even. Ja, ze heeft de schaatsen nog aan. Ze is lang, maar nu lijkt ze nog langer. Maar ze heeft alles. Een sterke ploeg nu om zich heen. Een goed fundament. Ze heeft de uitstraling. En doet het ook nog even. Want de druk zat er wel op. En deze, onder deze druk zo presteren. Leerdam, de nummer 1, 1:13:86. Een internationale toptijd op dit ijs in Tialf. Femke Kok op plaats 2 en Irene Wüst op het podium. Tikt daar dan net Jorien ter Mors vanaf. 400ste, het is een verschil van iets, maar het is net genoeg voor Wüst om toch nog wat te kunnen vieren dit weekend.